En welkom bij de Verschijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En ik was laatst bij een winkel. En als je dan shampoo kocht, kreeg je een daad en praat. Weet je nog dat we dit al een keer hadden gedaan? Alleen dat was de roze. Praat en daad was het. Ja. Maar dit is dus een blauwe. De vorige was roze. Dus ik vermoed dat dit andere vragen zijn eigenlijk. Best wel. Kom. Dat was eng. Spookt. Maar nu kan ik ze al zien. Hè? Dus we moeten ze eigenlijk zo doen. Oké, ja. En schudden. Ik had ze net al een beetje geschud, maar zal ik nog Maar ik heb toch die eerste kaart gezien. Oh, zo op die manier. Je trok hem echt door op mijn hand. Als nu. Ik ben benieuwd. Tuurlijk. En inderdaad. Lekker met haar. Dat had ik de vorige keer ook. Nee, dit ga ik niet doen. Wat? Ik mag niet zeggen. Oké. Doe maar. Oh, ik ga het doen. Pak jij de camera? Ik doe papa zijn schoenen aan, ja? Ja. Oh, ik doe dicht. Moet ik mee? Oh, kom maar. Kom maar. Nee. Ja, maar kom. Dit is koud. Nee, kom. Kom! Nee, is koud! Wel! Kom nou! Ja, nu is het gelukt. Wat was dat de ding? Ik moest iedereen proberen te overtuigen naar buiten te komen zonder jas. En jij zonder jas naar buiten? Zo, ik ga het lezen, ja? Let op, lees deze kaart niet hardop voor. Oké. Okay. Ga zonder jas naar buiten en probeer iedereen door het raam. Door het raam? Te overtuigen ook naar buiten te komen. Oh. Nou, maar... Ik heb het woord chill niet gebruikt. Maar het maakt niet uit. Ah, oké. Okay. Oh, ik heb ook een daad. Oh, vervelend. Doe in een halve minuut zoveel mogelijk pirouettes zoals een kunstschaatser dat doet. Draai op één been. Dan de rest stelt hardop mee. Zij gaat dan doen. Een minuut, hè? Wel hier. Ja, maar ik kan niet. Dan moet ik aan mijn slof. Wel hier achter. En dan moet ik. Hoe doe je pirouettes? Dan staat hier op een tafeltje in de Ja, maar dans is niet anders dan schaatsjes, hè? Want dansers doen het zo en hun doen het zo. Nee, schaatsjes. Ja, die doen toch ook zo? Nee. Zo doen die? Nee. Dat is één. Twee? Ja, maar achter elkaar, hè? Ja, ik moet nu ook draaien. En dan moet je spotten. Ja, hoe doe je spotten? Dan sta je zo. Ja. En dan kijk je bijvoorbeeld naar recht vooruit. En dan doe je zo. Alleen dan kan ik hem even niet. Ja, maar ik sta je de andere zo kant op. Ja, nou dan sta je zo. Maar de minuut is wel gestaan. Sta je zo. Drie gedaan. Zo. Ik kan het beter. Drie jongens, ik ben daar niet zo goed in. Nee, maar jij spot niet, dus jij bent duizelig. Ja, ik werd na twee draaien werd ik al duizelig. Maar ik moet zeggen, draaien ging me wel goed af. Ja, omdat je telkens stopte en op twee benen ging staan. Je moest achter elkaar. Nou, de daad is gedaan. Ja. Praat! Sinterklaas luistert mee. Oh. O jee. Oh. In Spanje is het, ja? Vertel drie goede dingen die je hebt gedaan de afgelopen tijd en drie dingen die stout waren. Drie goede dingen. Maar daar moet je lang over nadenken. Ja. Few moments later. Ik heb mensen bijgemaakt met hun haar. Dat is één. Ja. Je helpt mij altijd. En die kinderen, en waar ik stage loop? Ja. Die willen ook niet dat ik wegga. En nu stout dingen. Niet op tijd gaan slapen. Niet luisteren. Ja. Nog eentje. Ik weet het niet. Ze weet het wel, maar ze wil het niet zeggen. Nee, ik weet het niet. Ik heb ook geen idee. Nou, dan niet. Nee. Vervelend. Praat. Waar zou je altijd nog eens op vakantie willen in de winter en waarom? In de winter? Oh. Nou, dan ga ik naar Florida, want dat is lekker warm. Dus dat, naar Florida, omdat het lekker warm is. En jij? Italië. Maar in Italië is dat niet heel heet. Nou, ja, dat is ook mooi. Maar ik zou ook naar Italië willen. Maar als ik in de winter moet, dan ga ik liever naar een warm land. Dus dat.
Ja. Oké. Wat is jouw beste tip om de kou van de winter te trotseren? Nou, hier staat al thuis blijven. Staat dat erop? Ja, thuis blijven. Ja, precies. Nou, of je doet, dat had ik gisteren, een dopje, een trui, ja, nog een trui, een broek, sokken, schoenen, jas, sjaal, muts. Praat, wat is de gênantste manier waarop je ooit bent uitgegleden? Oh, dat kan ik wel vertellen. Oh, vertel. Ik had mijn tas op mijn rug. Ja. Maar dat was niet echt uitglijden, hè? Nee. Maar goed, ik vertel het toch. Ik had mijn tas op mijn rug. Ik was al door mijn hurken om uit de snoepautomaat iets te pakken. En mijn tas was zo zwaar dat ik gewoon achterover viel. Ja, maar dat was niet echt uitglijden, hè? Nee. Misschien kan ik vertellen over mijn fiets. Maar is ook niet echt uitgelegd. Ja, maar ik glijd niet uit. Ik val gewoon. Nee, maar ja, dan is dat of gewoon met vallen. Ik zak door mijn knieën heen. Ja, dat kan ook. Gewoon zomaar, maar dan val ik niet altijd. Ineens per ongeluk. Maar dan val ik niet altijd. Wat is er? Het is een daad. Ja, maar dat is toch niet erg? Deze wel. Wat is het? Wat lees is? Wat moet ik lezen? Nee, ja, dat moet je hem ook doen. Nee. Oké. Zeg nou! Zij is zo flauw. Moet ik voorlezen voor jou? Trek een muts over je gezicht en laat die zitten totdat je weer aan de beurt bent. Ik ga de muts pakken. Weet je wat het ligt? Dat is mijn muts, toch? Is het jouw muts? Dat is mijn muts. Perfect imperfect. Ik vind het leuk. Over je gezicht, hè? Ah! Ik zal wel eens. Stel, het is nu oud en nieuw. Wat zijn dan je goede voornemens voor het nieuwe jaar? Heb ik niet. Ik heb nooit voornemens. Ik zie het niet. Mam, wat voor voornemens? Ik heb geen voornemens. Een leuk jaar beginnen. Nou ben ik. Spokken heet maar met dat ding op. Ja, nu doe ik hem ook niet meer op. Nu kan hij eerst in de was en dan doe ik hem weer op. Nou lekker dan, je doet hem toch niet op. Echt wel. Je moet kiezen, een dik pak sneeuw of een flink laag ijs op alle sloten en meren. Oeh, ja. Ik zou het wel weten. Ijs? Ja. Kan je schaatsen. Weet je, ik vind sneeuw vind ik leuk. Nee. Als het valt je wel, en het is heel mooi wit, dat vind ik mooi. Nee. Maar daarna moet het gewoon smelten en helemaal weggaan. Ja, nee, dan krijg je die vieze modder. Nee, maar dat wil ik juist niet. Nee, maar ik val gewoon al bij sneeuw. Dat is zo grappig, dat voelt. Ja, maar wat denk je van ijs? Ik denk dat ijs... Dat het ijs op meren stond. Ja, op meren, dat oké. Okay. Wat is jouw favoriete kersttraditie? De dobbelsteen gooien bij de cadeautjes. Moet ik dat even uitleggen? Nee, maar dat dat wat Kimberly vertelt, dat gaan we deze kerst ook doen. Dus hou gewoon onze video's in de gaten. Dan gaan we laten zien wat dat is. Weer een daad. Noem binnen 30 seconden 6 redenen waarom gele sneeuw gezond voor je is. Eeuw! Wrong answers only. Daar krijg je mooie tanden van en je haar gaat ervan glinsteren. Het is goed voor je huid. Nou ja, je schoenen worden er echt perfect van. Hoeveel heb ik er dan nu al? Ja, 2 of 4 of zo. Ja, maar de tijd is al om. Oh, oké. Okay. Nou, dat. Alleen foute antwoorden. Stomme vraag. Je moet kiezen elke dag in zee zwemmen, ook in de winter, of elke dag een skipak aan, ook in de zomer zwemmen. Want dan in de winter dan bevriest het en dan moet je schaatsen. Maar er ligt nu misschien een heel klein beetje ijs op, maar zodra jij in het water loopt, dan breekt dat hoor. Het is echt koud. Dat maakt niet uit. Ik ga niet in een skipak in de zomer. Waar heb je meer mee, kerst of Sinterklaas? Ja, dat is het dilemma, want Sinterklaas vieren wij hier altijd met de kinderen. Dat vind ik altijd heel erg gezellig. Maar ik vind de kerst leuker. Nou ja, maar de kerst is voor ons dan weer leuker, omdat we dan de cadeautjes doen. Ja, en het is gewoon gezellig. Ook. Maar dat is Sinterklaas. Dus dilemma, dus ja, eigenlijk allebei ik een beetje. Ik vind kerst leuker, want kerst doe je met de familie en Sinterklaas doen wij niet meer met de familie. Nee, dat klopt. Ja, als je het op die manier bekijkt, dan is dat leuker, maar Sinterklaas blijft altijd een plekje in mijn hart houden. Wat doe je liever met de persoon links van je? Een sneeuwballengevecht of een sneeuwpop maken? Ik zal wel even jou doen. Ja. Geen sneeuwballengevecht, want jij gooit recht in mijn gezicht. Oh.
Maar dat was maar... wel leuk. Nee. Maar ik vond dat wel leuk. Nee. Het was echt ik kreeg die een vol kapot. In mijn gezicht, hè? Ja. Ik vond dat echt. Maar het was wel leuk. Nee, ik vond dat niet leuk. Daad. Alweer? Je krijgt ook eens die daad. Ik ben zo blij dat ik jou niet ben. Happy New Year. Oké. Okay. Verzin voor elke medespeler die meespeelt één goed voornemen voor in het nieuwe jaar. Bedenk iets. Ja. Wat kan ik voor je doen? Nou, helemaal niks. Bedenk iets wat hen volgens jou echt een beter mens maakt. Dus verzin voor elke medespeler één goed voornemen. Waardoor je een beter mens wordt. Hmm. Ik zou niet weten wat ik aan jou zou willen veranderen. Je bent gewoon goed zoals dat je bent. Eén goed voornemen. Mij vaker knuffelen. Daar word jij een goed mens van en ik ook. Dat? Ja. Doe van iedereen in dit gezelschap na hoe ze zich gedragen als ze het koud hebben. Oeh, koud. En dan loopt ze door. Ze heeft het nooit koud. Als ik papa naast zou moeten doen, even zo. Ja, papa die zou en die zou chagrijnig worden. Ja. Maar dat heb jij wel van hem. Nou, ik had mijn mond wel. Het enige wat ik zeg in de kou is, ik heb het koud. Dat zeg ik 100 miljoen keer. Ja. Doe een lawine na. Een lawine, dat is niet altijd. Wel, dat gaat toch zo naar beneden? Maar ik weet niet of dat het lawaai maakt, want ik heb dat nog nooit meegemaakt, gelukkig. Goed, dat... Jouw gezicht. Dat? Als je één ding mocht veranderen aan de winter, wat zou dat zijn? Nou, het mag wat mij betreft wit zijn, als het warm is. Dus het mag wit zijn, maar dan wel warm. Anders dan... Wat zou jij willen veranderen aan de winter? Ja. Nou, ik zou gewoon willen dat het niet koud was. Ja, dat zeg ik. Het mag wit zijn, ja. Maar ik moet het wel warm hebben. Precies. Jeetje. Weer een daad. Ja. Ja. Oh, let op deze kaart niet. Lees deze kaart niet voor. Oké, stil dan. Ja. Moment. Je knept het helemaal. Ja? Ze heeft haar jas. Heeft ze gepakt. Ja, moet jij filmen? Wat ga je doen? Nee, dat mag ik niet zeggen. Dag. Ik heb alleen geen schoenen aan. Ik heb wel even deze aan. Zit op slot. Ja, moet je die doen. Wel. Hey, biertje. Dat moest ik doen. Maar je moest zoveel mogelijk jassen aan doen. Maar ik heb niet zoveel jassen. Moest ik zeggen? Hey, biertje. Niet goed gedaan? Ja, trek zoveel mogelijk jassen aan. Verlaat maar... de kamer en trek zoveel mogelijk jassen aan. Zwaai dan met een theatraal. Ja, theatraal. Hey, biertje. Prima. Nou, ik snap er geen reet van. Ik zeg maar gewoon dat het goed is. Omschrijf jouw ideale kerstavond. Familie, kerstboom, cadeautjes. Precies. Eten. Niet te vergeten. Eten. Ik heb kunnen praten. Welk winterkledingstuk zou je het hele jaar door willen dragen? Mijn broek, want ik heb dezelfde broek. Nou, niet helemaal. Ik heb in de winter wel iets dikkere broeken aan dan in de zomer. Ik heb geen kledingstuk wat ik in de zomer ook wil dragen, want in de zomer is het al heet. Dus dat wil ik niet. Welk winterkledingstuk vind je echt verschrikkelijk? Oh, ik denk, hoe kan dat nou dezelfde vraag zijn? Welk winterkledingstuk vind je echt verschrikkelijk? Nou, ik hou niet van truien. En ze heeft 29 truien, maar ze houdt niet van truien. Ja, ze zien er leuk uit, maar ik heb liever gewoon mijn zomerkleding. Dat vind ik altijd leuker staan. Ja, dat is ook zo. Nou, ik vind truien bij jou ook erg leuk staan. Nee, ik niet. Noem een winterse activiteit die je nog nooit gedaan hebt, maar die je graag zou willen doen. Wat lijkt je zo leuk aan? Ik dacht echt dat ze zeggen skiën of snowboarden. Ja, precies. Skiën. En wat lijkt me er zo leuk aan? Omdat je daarna mag apres-skiën. Ja. En ik hou niet van drank, maar dan ga ik wel voor de chocomel. Jij kan niet skiën. Jij dat gaat... weet je niet, dat heb ik nog nooit gedaan. Wel, ik zie jou al staan op sneeuw met je schoenen. En dat kan je al niet. Nou, ik doe dat niet, omdat ik gewoon een beetje klunzerig ben. Bent. En ben. Dus dat doe ik sowieso niet. Maar dat vragen ze hier toch niet? Nee. Dus dat.
skiën. Wat is je mooiste winterse herinnering op de slee? Ging zo vroeger. Op het ijs? Op de slee? Met een dekentje. Want het was natuurlijk en een muts en een winterjas en bandjes en dikke ja, schoenen. Ja, sneeuwboots had jij vroeger altijd. Dat was zo bij Tante Einsla. Ja, dat was zo Tante Einsla op het meertje voor de huis. Nu kan het niet meer, nu loopt het niet meer. Nee, dat was wel echt schattig. Ja. Doe 1 minuut lang Nicolette na die met 2 handen een warme mok met warme chocolademelk tegen haar hart houdt en geniet van het haardvuur. Zucht gelukkig en zeg af en toe Dan doe maar net alsof ik een mok vast heb. Ze heeft geen middel op, hè? Stop maar. Dat is goed. Ik kan daar echt niet tegen. Oh zo, kan ik niet zo doen? Ja, kijk meteen zo. Is toch gezellig? Ja, is goed. Andere kant. Je haar staat zit in mijn mond. Oké. Statisch haar, dat is altijd vervelend aan de winter. Alweer, hoe ziet jouw ideale winterdag eruit? Ja, winterdag is anders. Ja, maar ik krijg alleen maar van die vraag. Weet ik niet. Lekker de hele dag in mijn bed liggen. En alleen eruit komen voor eten. Lekker gewoon televisie kijken. Serie kijken kan ik ook in mijn bed. Ik heb tv. Lekker. Nou nee, ik zou dat gewoon lekker beneden op de bank doen. Oh, wie is? Jezus, is weer een daad. Wat zei je? Weer een daad. Er moet 1 winterfeest verdwijnen. Kerst of Sinterklaas. Kies er eentje en hou een tv-speech als koningin. Moet er 1 verdwijnen? Waarin je uitlegt waarom dit feest verdwijnt. Ja, Sinterklaas of kerst moet weg. Oh, dit is zielig. Beste burgers. Zo praat de koningin niet. Ik ben toch de koningin nu? Ga je zo praten? Maar ik kan toch haar stem niet nadoen? Ze praat toch niet zo kakkerig? Ze is geen kakker. Nee, maar zij praat met een Argentijnse accent en dat heb ik niet. Nee, maar dan hoef je niet als een kakker te praten. Oké, beste burgers. Helaas moet ik u vertellen dat het Sinterklaasfeest afgelast wordt en dat het verdwijnt bij deze. Waarom? Je moet zeggen waarom. Omdat ik dat zeg. Waarom Sinterklaas? Omdat dat het eerste feest is en kerst duurt langer en kerst krijg je vrij. Het heeft gesneeuwd en jij bent Bas. Yes, hahaha. Maak een filmpje met 5 redenen waarom sneeuw zo geweldig is. Nee. Waarom? Dat is de daadvraag, dus dat wil moet. Ik niet doen. Dat moet. Sneeuw is helemaal niet leuk. Wel, jij bent Bas en Bas vindt dat leuk. Kom, wat is er zo leuk? Ik ben Bas en Bas vindt het leuk. Ik haat sneeuw. Nee, maar Bas vindt sneeuw leuk. Nou, dan vindt Bas het ook niet leuk meer. Omdat nee, jawel. Niet leuk vindt. Vertel, wat zijn 5 leuke redenen van sneeuw? Ik kan sneeuwpop maken. Je hoeft je huis niet uit als het te hoog is. Nee, als het te hoog is niet, nee. Sneeuwballengevecht. Je kan een soort van schaatsen. Dat je glijdt gewoon uit. En je kan met de slee. Hoppa, ja. Klaar. Hoppa, klaar. Welke maand met de R in de naam is je favoriete maand? September. Ja, dat is de verjaardag. Ben ik jarig. Maar dat is geen winter. Ah nee, maar dat vraagt ze ook niet. Lees deze kaart niet hardop voor. Oh jee. Gadver. Ja, dat weet ik niet eens. Nou, weet je niet dan? Sla maar over. Wat is de vraag? Beschrijf erwtensoep aan de hand van smaak en structuur. De rest moet raden waar jij het over hebt. Vermijd het woord ert of soep. Of erwtensoep. Ik heb nog nooit erwtensoep op. Ik vind dat vies. Ik vermoed dat het ertessoep is. Ja, vervelend. Ja. Ertessoep is lekker. Nee. Wie zou je het liefst helemaal inpeperen met sneeuwballen? Ha! Oh. Wacht als mij kiest. Ik heb wel een vermoeden. Wat dan? Mijn broer. Bij deze. Ik ga jou inpeperen. Inpeperen? Ja, inpeperen. Staat er.
Met wie in deze groep zou je het liefst in Siberië verdwaald raken en moeten zien te overleven? Nou, niet met jou, want jij weet de weg. Ik weet vaak wel de weg. Ja, vaak wel de laatste tijd. Ik weet alleen maar de weg. Op mijn verjaardag, we waren verdwaald in het bos. Zij zei, ja, we moeten daarin. We hebben 10 keer hetzelfde rondje gelopen. Ik was een keertje van, ja, we moeten daarin. We waren bij de uitgang. Wel. We liepen tien keer. Ja, we liepen 10 keer hetzelfde rondje. Ja, maar ze hadden er stond toch op dat ding dat ze die kleur moest volgen. Nou, en dat wij deden we. Google Maps gedaan. En die op een gegeven moment, ja. En toen deed ik het maar. Ja. Dat. Je krijgt een blinddoek om in de persoon rechts van je. Voert je een eetlepel met iets uit de keuken naar keuze. Ja, gaan doen! Niet te lang, hè? Ik doe toch ook mijn best. Ik vind het leuk. What's in your mouth challenge? Ja, dat is goed zo. Ga blijven zitten, ik zie niks. Ik heb ook mijn ogen nog dicht, dus. Oké. Dat geluid van jou. Kijk. Moet je het laten zien? Oké, ja. Ja, ze kunnen het niet zo goed zien. Nee, ik doe het in je mond. Oh, dit is echt grappig. Doe nou. Oké. Aromat. Oh! Je deed het op mijn kant in tuf, hè? Oh! Nou, ik tufte het gewoon überhaupt uit. Hoe goor is dat? De tafel is prima. Ja, de hele tafel is onder, maar moet toch nog schoonmaken. Gadverdari, ik Oh nee, jij bent mijn hele telefoon op. Wat lijkt je de leukste baan in de winter? Dat weet ik wel. Oh, in zo'n huisje. In zo'n huisje, dorpje. Van een echte huisje, kerst. Huisje? Ja, dat huisje wat altijd in een dorpje staat. Huh? Ja, die houten huisjes. Ja, en wat wil je daar doen dan? Weet ik niet. weet je wat ik zou doen? Laat mij maar in de zonnebank werken. Lekker warm. Geen winter. Jawel, en de zonnebanken zijn toch in de winter ook gewoon open? Dat is geen specifieke winter. Nou, wel. Nee. Nog steeds die. Het ligt zelfs bij de tv. Ja, nou, dat maakt niet uit. Je gaat een dag samen met Nicolette en Bas een goed doel helpen. Wat kies je? Kika. Nou, daar heb ik ook een beertje van. Kika vind ik een heel goed doel. Ik bedoel, weet je, het is een wonder als je kindjes kan krijgen. En als dan een kindje zo ziek wordt, dat wil je gewoon niet meemaken. Wij rijden best wel vaak langs het ziekenhuis, hè? Het Maxima ziekenhuis. Daar heb ik ook opgetreden. Nee, niet het Maxima ziekenhuis. Wel. Nee, je hebt in het UMC opgetreden. Nee, daar waren ook mensen. Ik was ook wel. Ja, maar toen was het Maxima ziekenhuis er nog niet. Maar je wil gewoon niet dat je kind iets overkomt. En als je dan deze ziekte hebt, is dat gewoon nog erger. Dat lijkt me echt het vreselijkste. Een van de vreselijkste dingen, ik bedoel, je kind overlijdt is natuurlijk nog erger. Maar een van de vreselijkste dingen die je kan meemaken. Dus Kika. Wat vind je echt stom aan kerst? De kerstboom opzetten en wegdoen. Ach, daar heb ik zo'n hekel aan. De laatste? Ja. Oh. Ah. Maar ik heb zo'n hekel aan het huis versieren en dan weer allemaal weghalen. Kan die gewoon en het staat. Ja, dat deed je toch met de kerst deze keer? Ja, dat heb ik gedaan. Ja, dus nou, kijk of dat het ook gebeurt met opruimen. Jongens, dit was de Daad en Praat. Ik vond sommige dingen echt stom en vies en goor. Vond het niet leuk, dus ik ga mijn huis eens schoonmaken nu. Maar op zich is het best wel grappig. Ja, dat had je niet zo moeten uittuffen. Nu ligt het overal nergens. Nee, dat maakt niet uit. We hebben niet alle vragen gedaan, want het was een half pakket wat we hebben gedaan. Dus we hebben even wat dingen, ik heb gewoon even zo geselecteerd. En even geschud.
Dus er zijn nog meer vragen, maar die hebben we niet gedaan. Maar dit was onze Daad en Praat. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En een dikke duim omhoog te geven. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijtjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!